Eccola, la Fiat 500. È proprio la piccola grande vettura. 4 juli 1957 was het dat bij de fabriek in Turijn de eerste Fiatjes 500 naar buiten rollen. Dat was eigenlijk het antwoord op de Volkswagen Kever en de Eend. Auto's die respectievelijk Duitsland en Frankrijk mobiel hadden gemaakt. En Italië moest ook mobiel worden. Het zou uiteindelijk resulteren in meer dan 3,5 miljoen van die kleine rugtasjes, van die kleine Fiatjes. En toen, 50 jaar later, 2007 was het, kwam de nieuwe Fiat 500. Deze Fiat 500. Het autootje wat zo populair is bij dames, bij jonge vrouwen, bij mensen die een beetje modebewust zijn. En nou, als een auto dan een jaar of 10 op de markt is, dan heeft hij eigenlijk een zitje in de rug nodig, want dan is het nieuwe er wel een beetje vanaf. En hoe hebben ze dat bij Fiat aangepakt? Door telkens weer een soort van limited serie te bedenken. Een actiemodelletje, zeg maar. Maar leuk, aangekleed, mooie installatie, gek dakje erin, wat dan ook. En nu hebben ze er eentje bedacht, daar zit mahoniehout in. Mahoniehout. De Italiaanse boot, de Riva. He? Heel oud Italiaans merk. Die werden vervaardigd uit mahoniehout. Dit is de Fiat 500 Riva. Epco, een Porsche 911 met een Boston Whaler. Twee keer een Defender. Er zijn nogal wat linkjes, hè, tussen auto's en boten. Dit, ja, vind ik ook wel een mooie. Meestal is het zo dat de boot naar de auto genoemd wordt. Maar in dit geval is het andersom, hè. Is de auto dus naar de boot genoemd, ja, en naar een iconisch merk. Riva is meer dan een gewoon botenmerk. Als je aan mensen vraagt, wat vind je nou een echt mooie boot, komen ze altijd uit het Riva. Fiat 500 bestaat 60 jaar. 4 juli 1957 reed ze voor het eerst mee door Turijn. Overigens met een aantal missen aan boord, om wat meer aandacht te genereren. Maar dat is niks, hè? 60 jaar in vergelijking met de Riva. Nee, Riva bestaat al 175 jaar. En is ooit begonnen als bouwer van houten vissersbootjes. Het begin van de 20e eeuw zijn dat gemotoriseerde bootjes geworden, ook vooral vissersbootjes. En pas in de 50er jaren, dus in dezelfde tijd als de Fiat 500, is er een beweging gekomen om sportboten te bouwen. En dat werden echt iconische boten, omdat al die Italiaanse filmsterren die voeren daarin mee. En dat was in die tijd dat je ook John F. Kennedy en Marilyn Monroe en zo in Chris Craft, het Amerikaanse pendant ervan zag. En hier zaten de Sophia Lawrence en de Gina Lollobrigida daar in. Prachtige, prachtige boten, schitterende vorm en wat dat betreft ook een icoon. Dat is altijd zo gebleven. Als ik deze boot nou zou moeten vergelijken met een auto of een automerk, Wat komt er nou dichtst bij in de buurt? Ja, dan moet je toch wel aan de andere Italiaanse schone klassiekers denken. Dus Ferrari, Maserati, Lamborghini. Dat zijn echt de merken die bij zo'n merk passen. Ja, tegenwoordig worden ze allemaal in polyester gebouwd. En dat hout is een extraatje om de boot dezelfde sfeer mee te geven als vroeger. Daar doen ze ook wel hun best op, want dat hout hier voorop, daar hebben ze 20 keer gelakt. Hè? Dus niet zomaar, 20 keer gelakt. Echt zoals het hoort. Echt ambachtelijk. Ja. Ja, het is een prachtig voordek. Hè? Een beetje ziet het eruit als een auto met ruitenwissers, een achteruitkijkspiegel, een mooi stuur. En het lijkt alsof er een V8 hier op vooronder kan, maar die zit niet voorin. Die zit achterin onder het zonnedek. Is een beetje pk's in? Ja. Dit is een upgrade. Normaal heeft hij 260 pk, dat is een BMW-blok, een 6-cilinder. Maar deze heeft een V8, 320 pk in Janmar. En dan heeft hij een top van 40 knopen, ongeveer 75 km per uur. Nou, dat is hard, hè? Ja. En het fijne van deze boot is, het is echt een gentleman's boot. Hij blijft altijd onder controle. Hè. Je kunt bijna het water aantikken als je een bocht doorgaat, maar alles is altijd onder controle. Hoe zijn we qua catering, Epco? Daar moet je altijd zelf voor zorgen, hè? Oh. Al het geld zit in de boot. Ja, precies. Het zijn eigenlijk de hints in het design naar het verleden die zo'n Fiat 500 iconisch maakt. Ja, hij is schattig, hij is leuk, maar hij lijkt zo sterk op die iconische voorganger. Ja, dat maakt de nieuwe 500 bijzonder. Er zijn niet zo heel veel automerken
die zich dat kunnen veroorloven, hè? Die diezelfde heritage hebben, die dat kunnen creëren. En precies hetzelfde geldt eigenlijk voor die Riva. De boot is totaal anders dan zijn voorgangers, maar die kleine details, hè, dat houten dek, die afwerking in het interieur, die maakt dat die Riva heritage heeft. Dat die teruggrijpt op het verleden. En dat is misschien wel de mooiste overeenkomst tussen deze Fiat 500 en die Riva Iseo.